De proef met de zelfrijdende busjes begon vorige week. Maar al tijdens de eerste ritten was te zien dat de fietsers en de elektrische busjes last hebben van elkaar. In de karretjes zit geen bestuurder, maar wel een steward die de veiligheid in de gaten houdt. We waren deze week aan het rijden met de voertuigen over het fietspad. En de stewards kwamen erachter dat de fietsers uit de tegenovergestelde richting toch wel erg weinig ruimte hadden om het voertuig te kunnen passeren. Er zijn geen rare dingen gebeurd, geen ongevallen, maar het zou toch kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. En daarom heeft de gemeente Oost-Tellingwerf de stekker voorlopig uit het project getrokken. Een van de oorzaken van het probleem is dat de busjes niet kunnen uitwijken voor fietsers. Ja, over dit fietspad reed die zelfrijdende bus dus. En die moest eigenlijk midden op dat pad blijven rijden, omdat hij anders te maken krijgt met obstakels zoals dit. En dan stopt die bus of gaat hij heel langzaam rijden. Ja, en dan kom je niet op de plaats van bestemming in het dorp Appelscha. De gemeente onderzoekt hoe het probleem opgelost kan worden, zodat de proef verder kan. Want opgeven, dat gebeurt niet. Nou, wij gaan kijken of het mogelijk is om extra waarschuwingsborden te plaatsen. Misschien kunnen we mensen inzetten die de fietsers die van een fietspad gebruik maken gaan waarschuwen. En aangeven van nou, wij zijn hier bezig met een pilot. Hou rekening met het voertuig. En daarnaast is het mogelijk om misschien op een aantal plekken de boel toch nog iets te gaan verbreden. De proef wordt mede betaald door de provincie Drenthe. Die wil namelijk weten of zelfrijdende voertuigen het platteland in de toekomst bereikbaar kunnen houden.